Ik kan je verklappen, de paniek breekt bij mij uit. Oh, wat een enge! Oh, bah! Die kop! Oh nee! Oh jongens, ik ben heel erg gewond geraakt. Vet, hè? Oh, nee. Wauw. Ja. Ja! Yes! Oh, yes! Kans te maken om dit kleed te winnen. Gaat mijn hoofd er nou eigenlijk wel op? Nee, dat maakt niet uit. Het is niet je beste deel. Ah. Motherfuckers wanna get famous. Bust guns to get dangerous, dangerous. Yeah, I graduated from Cambridge, yeah. Money talks and even een slokje van mijn ijskoffie hoor. DKV met amandelmelk. Because I'm a millennial. Welkom bij deze zeer professionele setting met een prachtige background. Vorige keer had ik jullie natuurlijk al kort verteld dat ik weer een kleed op de planning heb staan. En vandaag is de dag dat ik die ga maken. Maar dit wordt niet zomaar een kleed. Nee, ik had natuurlijk vorige keer ook stiekem al laten doorschemeren dat ik een collab heb gesloten. Voor degene die niet weet wat dit betekent, dit is het handje van de dien. Dat is dus niet het handje van de dien. Helaas ben ik zwaar dyslectisch en doe ik het handje altijd precies verkeerd om. En voor degene die niet weten wie de dien is, dit is de dien. Ik doe gewoon zo. Wat nee, kom, ik leer het je. Waar zijn mijn schoenen? Kut, ik loop er nu naast. Of jij een collab met mij wil opnemen? Ja, goed, of wat doe je dan? Gooi eens dan wat. Nee, ik ga nu. Gooi is nu gewoon nee, nee, nee. Nee, dat wil ik niet. En echt space en mijn chick vind ik niet zo leuk. Want ik draai een pik, want dat vermindert die jeugd. Gaat die. Dien is natuurlijk een super vette rapper die nieuw uit de grond is gepopt. Als je de Dien nog niet hebt gehoord, stream even alle hits, want het zijn knallers. En aangezien de Dien natuurlijk nu booming is, moet ik wel een heel vet de Dien kleed gaan maken. Dat kleed ga ik maken van het logo van de Dien. En vandaar dit, want dit is de Diens handteken. En daar is namelijk een hele logische verklaring voor. En dat is namelijk... En ik heb ook een eigen handgebaar. Het is, oh. Dat is dit, is dat? En ik weet het, nou, kijk, dit is Star Trek, dat weet ik, maar dit is de Dien. Want als je hem dus dichtmaakt, dan is het een D. Vet, hè? Oké. Okay. Wauw. Ja. Supervet. En echt heel goed bedacht. In een eerdere video heb je al kunnen zien hoe ik een kleed maak met mijn Tuftgun. Dat verliep niet volledig volgens plan. Oh nee, oh nee. Oh. Voordat we beginnen zal ik natuurlijk weer even uitleggen wat we allemaal nodig hebben om dit kleed te kunnen maken. Ik heb natuurlijk een tuftgun, maar mocht je geen tuftgun hebben, dan kan je natuurlijk punch needles gebruiken. Verder heb je natuurlijk weer tuftdoek nodig. Lekker grof geweven doek waar je goed met je gun doorheen kan schieten. Een nietang om je tuftdoek vast te schieten. En je hebt natuurlijk weer wol nodig. Verder heb je natuurlijk weer een tuftframe nodig. Ik gebruik nog steeds mijn uit elkaar getrokken pallet, maar deze keer heb ik het kruis in het midden er ook uitgehaald. Want het gebeurde nog wel eens dat ik met mijn gun daar toch tegenaan kwam. Om mijn logo over te trekken gebruik ik weer een beamer. En als je helemaal klaar bent met het schieten van je kleed, dan gebruik je nog lijm. En ik heb vorige keer deze lijm gebruikt. Maar ik heb nu ook behangerslijm. Je kan ook tapijtlijm gebruiken, maar ik ben er nog niet helemaal over uit welke lijm voor mij nou het beste werkt. Voor de rest heb ik volgens mij wel opgenoemd wat we allemaal nodig hebben om te kunnen beginnen. Dus ik zou zeggen, aan de slag. Oh, dat was een heel raar moveje. Het eerste wat we gaan doen is mijn tuftdoek spannen op mijn tuftframe. En ik gebruik daarvoor een nietang en mijn tuftdoek. Daar gaan we weer. De volgende stap is om je logo over te trekken op je tuftdoek. En ik gebruik daarvoor een dikke zwarte stift. Nog even een handige tip voordat ik hem over ga trekken. Zorg ervoor dat je logo in spiegelbeeld is. Als je dat namelijk niet doet en je gaat hem tuften en je kijkt straks naar het mooie geheel, dan is het precies andersom. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Het logo is overgetrokken en ingekleurd. En nu weet ik precies waar ik alles moet gaan schieten met mijn tuftgun. Maar ik kan je verklappen, de paniek breekt bij mij uit. Dit logo is niet makkelijk om te gaan tuften. Dat heb ik al door. Er zitten heel veel details in en moeilijke krulletjes. En vorige keer is het precies bij die punten helemaal mislukt. Oh. Ik ga mijn tuftgun inladen. En een belangrijk ding is als je dat gaat doen, zet je tuftgun even uit. Dat niet dat als je hem inlaat en je drukt per ongeluk op de rode knop, dat dan je vingers eraf getuft worden. Het inladen gaat als volgt. Ik heb hier een zeer professionele tool. Dit is een clipje waar je vuilniszakken mee dicht maakt. En daar doe ik mijn draadjes in. En dan pak ik deze twee uiteindes. En die steek ik als eerste door het lusje hier bovenop mijn tuftgun. Zo. Dan heb ik hier bij de punt die je in je tuftkleed zet, heb ik ook een gaatje. En daar haal ik deze twee lusjes ook doorheen. Zo. En dan is je tuftgun ingeladen en kunnen we beginnen. Daar gaan we. Ja.
Oké. Het roze zit erop, maar zoals je kan zien kan je de tekst nog niet helemaal lezen. Dus het is nu tijd voor de blauwe kleur, want daardoor krijg je iets meer diepte. En kan je als het goed is lezen dat hier de staat. Het blauw zit er ook in en vooralsnog ben ik optimistisch, want ik heb nog geen gat in mijn kleed getuft. Het ziet er wel goed uit, daar ben ik heel erg blij om. Maar ik ben natuurlijk met het makkelijke deel begonnen. Dus nu komen toch wel echt de moeilijke krulletjes, details, kleine stukjes. So far so good, zou ik maar zeggen. Let's go! Oh nee! Oh jongens, ik ben heel erg gewond geraakt. Kijk. Zie je echt een enorme vleeswond. Nee, gelukkig valt het mee met de wond. Ik weet niet precies hoe dit gebeurd is, maar volgens mij legde ik mijn Tuft Gun op mijn been neer en die is sowieso vrij scherp. Dus die heeft even in mijn been gekrast. En dat is niet fijn. Maar wat wel heel fijn is, is dat het gelukt is. Yay! Het begint echt al heel erg op te schieten. Het kleed is eigenlijk al bijna af. Eigenlijk moet ik nu alleen nog maar het paarse gaan doen. Het kleed is af en ik ben er echt mega blij mee. Ik vind hem echt heel vet geworden. En ik hoop dat ik een dino hier mega blij mee kan gaan maken. Ik hou jullie niet langer in spanning. Dit is hem geworden. Vet hè? Ik vind hem echt gruwelijk vet geworden. De kleuren komen er ook helemaal uit. Het logo zit erin. Hij is echt heel goed gelukt. Deze draadjes moeten natuurlijk op zijn plek blijven. En dat ga ik doen door de achterkant dicht te smeren met behangerslijm. Dit is echt heel satisfying om te doen. Het kleed is helemaal ingesmeerd met lijm en nu is het afwachten geblazen. Dat is natuurlijk heel vervelend, want ik had het liefst het kleed nu meteen afgemaakt, zodat we het kunnen gaan weggeven. Eén van jullie wordt de gelukkige winnaar. Dus zit je te kijken en wil je dit kleed supergraag hebben, blijf dan goed opletten. Dan zeg ik tot morgen, of nou ja, voor jullie, tot over een seconde. Dat is wel heel relaxed als je een video kijkt dat je niet hoeft te wachten. Maar ik wel. Het is heel vervelend. Mijn kleed is eindelijk droog, dus het is tijd om hem af te maken. En dat ga ik doen door mijn kleed uit het tuftframe te knippen. Dan lijm ik de achterkant vast aan een stuk stof. En dan is die helemaal netjes afgewerkt. En dan kunnen we hem gaan weggeven. Ik mag iemand hebben die dit gewoon allemaal in de opruimt. Dat staat op film. Ja, kut, sorry. Het is gewoon echt een troepje. Ik had trouwens laatst dit in beeld gezet, hè. Oh, wat goed. In ja, de aflevering ik zag het. Van gisteren heb ja. Ik dit in beeld gezet. Ja, heel vet. Allemaal reclame voor jou gemaakt. Ja, die is wel echt heel vet, hè. Ben je er blij mee? Nee. Kijk. Ja, maar dit is nou een kutvraag. Ik ga hem trouwens zo weer terugzetten. Ja, want hij stond mooier bij de roze muur. Maar dat was wel een leuk cadeautje, hè? Fucking leuk. Maar over cadeautjes gesproken. Ja. Ik heb trouwens nog een cadeautje voor je. Ja, het is echt. Maar dit is, weet ik toch al lang? Nee. Is dit iets anders? Ja. Niet wat ik al weet. Wat weet je dan? Het kleed. Nee, iets anders. Huh? Ja! Yes! Oh, yes! Die duif, die is heel vet. Is het leuk voor je nieuw huis? Nou, vooral ook voor mijn broer, want die is bang voor vogels. Een fucking vogel. Echt? Ja. Ja, echt een poesie. Dus het is wel eigenlijk echt een vet, hè? Ja. Okay. Maar ik weet niet of... Ja, ga ik even zitten. Ik weet niet of je er heel blij van wordt. Ja. Wat is dit nou weer? Ja. Ga je me eerst zoiets aanbieden en dan blijkt het een dode mus te zijn? Nou, wellicht. Is het een dood vogeltje? Nee toch? Het heeft niks met vogels te maken. Weet ik niet. Nee, rot op. Is het breekbaar? Ja, het is breekbaar. Oh, vet. Ja, het is heel vet. Oh, wat vet. Ja, het is echt heel vet. Ik wil dit heel graag. Ik weet al wat het is. Wat denk je dan? Een vaas. Nee. Niet? Nee. Ja. Is dit nou? I love cadeautjes. Wat is dit, joh? Oh, ik zie al iets. Is het een beeld? Een fucking beeld? Ja, misschien. Oh, oh. Is het een kamperbeeld? Ja. Oh. Oké, dan ga ik. Ja. Oh, wat eng. Oh, wat een enge. Oh, bah, die kop. Ben je er blij mee? Ik weet het niet. Oh, ik weet het echt niet. Ja, ik vind dat glimmende wel vet. Maar ja, waar moet je dit neerzetten? Op de kast? Oh, wat vreselijk. Het is toch heel vet? Ja, ik vind hem zo cool. Ja, het is ook wel heel cool, maar... Hij moet andersom, hè? Wel met dat kopje naar ons toe. Oh, gadverdamme. Een hele enge kop gewoon.
I love cadeautjes. I love cadeautjes. Nee, nee, I love not cadeautjes meer. Hij is super vet. Oh ja, oh, ik schrok echt. Nou, ik heb nog een verrassing. Oh ja, oh, ja. Die weet ik wel. Die weet je wel. Nou, ja. Kom, ga even zitten, hè. 3, 2, oh. 1. Andersom. Ayo. Ja, die is wel hard hoor. De enige echte. Er bestaat maar één van op de wereld. Ja, heel vet. En kan je je voeten aan afvegen? Nee, dat is niet de bedoeling. Het is wel bedoeld als wandtapijtje. Oh, ja, nou, je mag het natuurlijk ook op de grond leggen. Eigenlijk is degene die het krijgt... Maar ik wil hem zelf hebben. Nee, dat was niet altijd. Ik wil hem zelf eigenlijk op mijn gele kamer. Kan ik daar even een beetje over praten als de camera uit is? Nee, want ik heb nu al iedereen lekker gemaakt dat hij een dino-kleed kan winnen. Kan ik even... De winactie gaat helaas niet door. Wil je dit kleed winnen? Wat gaan we dan ook weer doen? Ik vind wel dat ze echt iets moeten doen hiervoor. Ja, oké. Ze moeten natuurlijk sowieso liken en subscriben op mijn kanaal. En voor verdere informatie kan je even checken op mijn Instagram. Want daar leg ik je alles rustig uit wat je moet doen om kans te maken om dit kleed te winnen. Ja. Staat mijn hoofd er nou eigenlijk wel op? Nee, maar dat maakt niet uit. Dit is niet je beste deel. Ah. Hobby Bobby Producties. Dit gaat fantastisch. De Tresqueen. Een zeer professioneel YouTuber. Nou, ik ben er eigenlijk best wel een beetje jaloers op. Ik had het best wel in mijn zolderkamer zo warm zo in de buurt willen hebben. Ja. Boven de tafel. Maar dat gaat niet door. Dat gaat niet door. maar jij kunt hem wel winnen. Wat moet je doen? Even heel kort. Like, subscribe het kanaal van deze vrouw zonder hoofd. En comment. Ja. Waarom verdien jij dit kleed? Ja, waarom wil je dit hebben? Echt een goede reden. Oké, toppie. Oké, super vet. Wil je nog iets zeggen? Nee. Oké. Okay. Ik hoop dat jullie dit allemaal super leuk vonden. Als dat nou zo is, duimpjes omhoog. Vergeet niet te commenten. En tot volgende week. Dag.